Hallo, ik ben André en dit is de Huawei WS320 Wi-Fi Repeater. Meegeleverd bij deze Wi-Fi Repeater is eigenlijk de Wi-Fi Repeater zelf en ook nog een snelstartgids. Op deze Wi-Fi Repeater vinden we de WPS-knop en aan de andere kant natuurlijk de stekker. We zijn nu verbonden met het volgende netwerk. We zien dat het netwerk op dit moment twee van de vijf volle streepjes heeft. Nou, we gaan nu kijken wat er gebeurt op het moment dat we de Huawei Wifi repeater hier tussen plaatsen. We stoppen de Huawei nu in het stopcontact. We wachten heel even totdat die is opgestart. Het lampje zal eerst rood branden en daarna oranje gaan knipperen. Nou, op het moment dat die oranje aan het knipperen is, drukken we op de router en op de Huawei op de WPS-knop en zullen ze met elkaar verbonden zijn. We hebben de Huawei Wifi repeater nu via de WPS-knop verbonden met de router. Nou, we zien dat we net twee van de vijf streepjes hadden. En we zien nu dat we het volledige bereik hebben, omdat de repeater direct naast de laptop staat. Nou, wat we ook nog kunnen doen, is als bijvoorbeeld een router geen WPS-knop heeft, kunnen we ook inloggen op het ja, draadloze infrastructuur van de Huawei Wi-Fi repeater. Dit doen we door het IP-adres in te typen 192.168.1.2.5.4. Nou, Dan kunnen we hier automatisch kiezen voor Manual Connecting. Dan kunnen we dus alles handmatig instellen. Hij gaat nu zoeken naar netwerken die beschikbaar zijn. En vervolgens kan je netwerk selecteren en daar ook de code van invoeren. Dus we zouden nu bijvoorbeeld het uh, Belkin-netwerk kunnen selecteren, daarvan de code in kunnen typen. En dan vervolgens zal hij verbinding maken met dat netwerk en dat netwerk ook gaan versterken. Dus dit kan je doen als je niet de WPS-knop gebruikt. En er zijn uiteraard ook nog wat extra functionaliteiten mogelijk. Die kan je terugvinden onder Advanced. En daar kan je dan inloggen standaard met Admin-Admin. En als je dat dan hebt gedaan, dan vind je hier de uitgebreidere instellingen van de Huawei Wifi Repeater. Het is soms even zoeken naar de meest ideale positie voor de WS320. Maar als je die gevonden hebt, werkt het ook heel erg goed. Daarnaast beschikt hij niet over een dualbandondersteuning. De WS320 neemt weinig ruimte in gebruik. Daarnaast is hij eenvoudig in te stellen door middel van de WPS-knop. Mocht je router geen WPS ondersteunen, dan kan je dat natuurlijk altijd ook nog handmatig doen. Ben je op zoek naar een eenvoudige oplossing om je wifi-netwerk mee uit te breiden of te versterken? Dan is de Huawei WS320 de juiste keuze voor jou. Wil je deze gaan bestellen? Ga dan nu naar mobielinternetshop.nl of mobielinternetstore.be. Ik bedank je voor het kijken en tot de volgende review.